zijn in de Brabanthal. Het is bijna kerst 2007. Wij gaan kijken naar de 4,5 ton supersportklasse. De eerste deelnemer, Never Done. En de Never Done zet de eerste afstand neer en het is een full pool. En hij heeft de moeite mee en dat houdt in dat de sleepwagen prima staat. Want kijk, is dat mechaniek helemaal rood gestookt. De machine wordt afgehaakt en gaat plaatsmaken voor een andere machine. Het is de Golden Demonstrator. Oh, en kijk eens, de Golden Demonstrator op het randje. En hij is er niet. Komt 10 centimeter tekort. Stefan Hissink, oh jongen. Wat is dat balen? Hij kan er nog om lachen, maar ja, het is wel jammer hoor. 10 centimeter die slechts. Dit is de White Stallion. De White Stallion, heel overtuigend. Kijk eens, bijna tot in die zandbult. En een hele prachtige full pool. Dat houdt in dat we White Stallion in elk geval terug gaan zien in de pool-off. In de 4,5 ton supersportklasse. Dit is Mark Bouwmans met de Kabouter Power. Mark Bouwmans toch wat meters verspeeld hoor, met het links en naar rechts gaan met die Massey Ferguson 11.55. En dan komt hij iets meer dan 2 meter tekort. En wie weet, als hij rechtuit was gegaan, dan was hij er gekomen. Maar Mark Bouwmans, tevreden over hoe de machine nu loopt. En hij zegt zelf, er zit nog meer in. Dat gaan we volgend seizoen in 2008 afwachten. Dit is de Red Impact. Heel overtuigend, kan ruim op tijd van zijn gas af. En een prachtige full pool voor de Red Impact. De machine die natuurlijk altijd in die top meedraait. De Inter 1086 van natuurlijk de mensen van Versluis. Henry vandaag op de bok. En wij gaan kijken naar Steel to Steel. Die redt het duidelijk niet. Die komt nog wat vermogen tekort. En het is ook best wel moeilijk hier op de baan in de Brabanthallen. En ja, hij moet toch zo'n dikke 5 meter inleveren. Oftewel, we hebben een prima sleepwagenafstelling van de mensen van de Big Bands. Prima en best gedaan hier in de Brabanthallen om een mooie show weg te zetten bij de 4,5 ton supersport. En we gaan ons opmaken voor de volgende deelnemer. Real Red. En ook de Real Red, die redt het niet. Hij mag dan wel echt rood zijn. Echt interrood. Maar helaas, het vermogen van de andere Inters zoals we die kennen, die heeft hij duidelijk nog niet. Het zal nog flink gesleuteld moeten worden aan de machine. Maar goed, op zich een mooie prestatie. Dit is Brutus. Brutus. Ja hoor. Inderdaad, goede bochel. Helemaal aan het eind. En ook wat vermogen over. En dat belooft wat voor de finale. Voor de pull-off die we straks gaan krijgen. Brutus, de revival. Ook hij erbij. En natuurlijk een beetje aan zijn stand verplicht. Nog even keren om de bult te omzeilen. Om de laatste kerstbomen toch nog een beetje te laten staan. En dan gaan we naar het blauw. En dit is de blauw van de White Stallion 2. Kijk eens, de White Stallion 2. Prima prestatie. Voor die blauwe.
Een 8970 Pro Stock zoals erop staat. Het is eigenlijk nog niet een Pro Stock, maar hij zit natuurlijk wel heel dicht in de buurt. Maar is natuurlijk beperkt vanwege het feit dat hij slechts 2700 toeren mag draaien. Maar ook de White Stallion 2, net als broertje White Stallion 1, die zien we zo direct nog een keer terug. Dit is de MF 1155. En kijk eens, die uitlaten helemaal oranje gestookt. En dan praten we toch over 800 graden plus, denk ik zo. Maar door het slingeren en het vele corrigeren, geen full pool voor de Massey Ferguson 1155. En we gaan naar de pool-off. En de eerste deelnemer die we zien is een groene Never Done. En Never Done, die zet de eerste afstand neer. Hier bij de 4,5 ton supersportklasse in de Brabant Hallen. Net voor de kerst zijn we. Helemaal in kerstsfeer. Met natuurlijk de kerstbomen, de lampjes en de mutsen. En hier hebben we dan de eerste afstand. En dat wil zeggen, dit is de afstand, the distance to beat. Voor de rest. En de rest is onder andere de White Stallion 1. Stallion 1 is prachtig zeg. Inderdaad, een hele mooie afstand weggezet van 75 meter 85. En dan praat je over een prima sleepwagenafstelling. Slechts enkele meters voor de full pool lijn. En dat willen we zien natuurlijk. En we gaan naar de Red Impact. Is dat geen plaatje? Maar ja, het gaat om de afstand. We hebben 69,67 meter. Oei, die heeft even een paar flinke meters ingeleverd. Op deze moeilijke zandbaan, want het is toch best wel een beetje tricky. Eens kijken wat Brutus de Revive. Oeh, en die wordt stilgezet. Nee, hij krijgt inderdaad het vermogen niet op de baan. En we gaan hem terugzien, want hij is binnen de 20 meter gestopt. Tweede poging. Zo, even een versnelletje teruggeschakeld, maar het is niet genoeg. Nee hoor, die 75 meter, daar komt hij niet voorbij. Helaas, Marcel Arendsen met Brutus de Revival. Die komt tot een afstand van 67 meter en 76 centimeter. En is dat genoeg voor het podium? Ik denk het ook niet. En ja, mensen kunnen zich letterlijk vergapen aan de tractoren. Baan wordt weer gevlakt, de zandbaan hier in de Brabant Hallen. En we zien het, de feestmutsen die zijn er ook. En wij kijken naar White Stallion 2. Oh, en de White Stallion 2 die houdt er even spontaan mee op na een metertje of, nou pak een beet, 20 meter. En er wordt overlegd, maar het mechaniek helaas heeft de boeking de steek gelaten. En dat houdt in dat we ons op kunnen maken voor de einduitslag. Eerste, White Stallion 1, voor Red Impact en de Never Done.